Dat hele gelul over onze nieuwe minister-president. Ondertussen kunnen we een heel kabinet van minister-presidenten van tevoren al reeds samenstellen. Wat een kletskoek. Zullen we nou eerst eens even wachten op de verkiezingen. Eens kijken wat dat op gaat leveren. Wat de coalitiemogelijkheden zijn. En misschien kunnen we dan eens praten over een nieuwe minister-president. Die in Nederland sowieso een heel andere figuur is dan in de Verenigde Staten of in Engeland of zelfs de bondskanselier in Duitsland. Ja, Rutte heeft ook wat over gezegd tijdens de persconferentie vrijdag. Maar wat is het verschil dan tussen Nederland en Amerika? Dat alle ministers in het kabinet hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de volksvertegenwoordiging hebben. Daar gaat de minister-president helemaal niet over. Je had inderdaad die lollige mop over Lubbers van, die dan over de schouders van de ministers heen kwam kijken. Hè. Zal ik u even een beetje helpen bij dit? Nee, zodat hij zelf alle problemen wilde oplossen. Nee, dat is in Nederland ongepast. Het is de minister-president is de voorzitter van de ministerraad. That's it, de voorzitter van de ministerraad. Dus hij heeft helemaal niet zoveel macht? Nee, hij kan wel macht opbouwen. Nee, Rutte die er 13 jaar gezeten heeft. Dus dan heb je al een grotere macht, maar die is in feite van een informeel karakter. Mm. Rutte zei het zelf inderdaad, ik ben ook ondergeschikt. Daan. Ja, was die maar iets ondergeschikter geweest. Wie weet was het dan aan sommige opzichten. Nou, hij bedoelde meer de functie afgelopen in algemene zin. Ja, ja, dus dat ligt in Nederland wel anders. Ik vond deze hele discussie wie er dan allemaal minister ging allemaal minister-president worden, toch? Ik dacht nog, waarom ben ik niet gebeld? Hè? Van dit soort van. Nou, je hebt eerder gezegd, ik ben ongeschikt. Ja, ik ben totaal ongeschikt. Ja. Je hebt toch een keer bij Radio 1, dan mocht je dat indienen als jij minister was, maar dan zou je toch pas om 12 of om 1 uur beginnen? Zonder meer. Net als bij de slimste mensen beginnen we ook pas om 1 uur. Hè? We gaan dan niet een beetje de ochtend lig ik in mijn bed. Ja. Maar hoe is het dan in Amerika? Daar heeft dus de president heeft dus wel die macht om op alle totaal departementen. Ik kan zijn hele kabinet, wat af en toe ook gebeurt, naar huis sturen als het niet zo lekker loopt. Denk aan Carter, die een groot deel van zijn kabinet eruit flikkerde. Ja, dat maakt natuurlijk nooit een vreselijk sterke indruk, omdat je ze eerst zelf allemaal benoemd hebt natuurlijk. Mm. En als je ze dan 2 jaar later allemaal de laan uitstuurt, dat is natuurlijk ook ten opzichte van jezelf is dat een zwakte. Ja. Maar die macht heeft hij. De president is wat dat betreft de enige die hem de voet dwars kunnen zetten, zijn Senaat en Huis van Afgevaardigden. Ja. Het Huis gaat over de centen. En de Senaat over alle mogelijke dingen als allianties en moet bovendien alle wetgeving uiteindelijk wel goedkeuren. Ja, dus de president in Amerika, Biden in dit geval, die kan dus bepalen wat er op het departement van Economische Zaken gaat gebeuren. Zeker, hij kan zo morgen de minister eruit flikkeren. Ja, en hier in Nederland kan Rutte dat niet, maar is Kaag daar de baas. Ja, zeker. Kaag kan tegen Rutte zeggen, je kunt de pot op, maar ik op grond van mijn ambtelijke adviezen, weet ik veel, besluit ik om iets anders te doen. Dat zal ze niet gauw doen. Omdat dat natuurlijk wel collegiaal in vrijdags in de kabinetsvergadering besproken zal worden. Ja. Kijk, als de minister van Financiën, zij zal misschien wel eens zeggen, vaak genoeg gebeurt denk ik, maar tijden dat de minister van Financiën echt een hele forse inbreng had in het beleid, dat varieert natuurlijk ook weer met de minister van Financiën, dat begrijp je. Maar dat de minister van Financiën zegt, nou die vind ik wel erg ruim of het kan wel wat minder. En nou ja, waar de minister van Financiën voornamelijk ook voor is. Ja, dat kan gebeuren. Maar als de minister van Financiën elke week in de treinverzaal zegt van, flikker op met die malle plannen. Dan krijgen we wel, tenslotte de kabinetscrisis. Is het een effectiever of beter dan het ander? Ik ben een warm voorstander van de parlementaire democratie zoals we die in Nederland hebben. Ik ben ook tegen hervormingen op dat punt. Nou goed, bij Omtzigt heb je weer gezien. Het kiesstelsel wilde hij aanpassen. Een slokje nemen. Ja. Omtzigt wil het ook weer allemaal anders. En bovendien een hoger rechts. Daar zie ik allemaal het nut totaal niet van in. Omdat het naar mijn idee niet in de instituties zit in Nederland. Maar in feite in ongelukkig ontstane verhoudingen die. En in een reeks van ellende die door het neoliberalisme veroorzaakt is. Ja, we moeten zijn motivatie wel nog een keer even goed lezen. Hè, waarom hij dit graag wil. Want, hij schijnt ook een verkort programma te hebben misschien. Maar ik denk dat we wel een redelijke indruk hebben van wat zijn prioriteiten zijn. Ja, en dan toch nog. En natuurlijk door hem, maar deels ook door Frans Timmermans, is natuurlijk de hele nadruk in dit maatschappelijke debat op weg naar de verkiezingen ingrijpend verschoven. Omdat de VVD natuurlijk in zijn ultieme cynisme had gedacht,
we gaan het even lekker op die immigratie draaien en dan winnen we, dan gaan we dik winnen, nou, enzovoort, enzovoort. Dat gaat allemaal evident niet door. Ik begreep dat Omtzigt wel iets, een standpunt over immigratie heeft, dat het wel wat minder zou kunnen. Maar niet, Omtzigt is er niet de man maar om daar cynisch een groot spel van te maken bij de verkiezingen. Dus ja, ineens gaan die verkiezingen eigenlijk over die bestaanszekerheid. Want je hebt zeker wel gezien dat Jessel Gus, die natuurlijk, die moest ook haar zaken presenteren, dat die plotseling ook enorm bezorgd was over de bestaanszekerheid. Ja, hij zat het over ik de politieagent. Ik begreep dat het schriftelijke programma nog erg gericht was op de immigratie, maar dat haar persconferentie voortdurend over de bestaanszekerheid. Daar heeft natuurlijk de VVD een harde dobber aan. Gelukkig voor de VVD heeft de kiezer het geheugen van een renaal. Ik heb het vaker gezegd. Maar ja, wie is er verantwoordelijk voor het feit dat de bestaanszekerheid in Nederland in de klem zit? Dat is de VVD. Oké, geholpen door coalities en bejaagd door de Tweede Kamer, maar desalniettemin de hoofdverantwoordelijke is de VVD. En het specifieke soort van beleid wat de VVD in de afgelopen 13 jaar heeft voorgestaan. Ja, daar zit je dan als het de campagne gaat over de bestaanszekerheid, je begrijpt wel. Dat natuurlijk zowel in Omtzigt zijn ploeg, al weten we niet wie dat gaan worden, als bij de linkse combinemessen geslepen kunnen worden. Ja, wat is de strategie daarachter dat de VVD iets meer dus ook naar de politieagent, de normale man in de straat, beweegt? Ja, waar ze al die gigantische bezuinigingen hebben bewerkstelligd, die nu tot al die rampen leiden, dat heb je dat gelezen, dat criminaliteit onder de 2000 euro wordt niet meer gestraft. Ik heb al bij de notaris een aanvraag gedaan voor de oprichting van het bedrijf, wat zich volledig bezighoudt met criminele daden onder de 2000 euro. En wat was de reden daarvan? Dat heb ik even gemist, dit nieuws. Omdat ze geen tijd hebben bij de politie. Ja, ze zijn ontzettend druk met van alles en nog wat. En denk, die kleine dingetjes kunnen ze dus niet meer doen. Dus dat betekent in feite dat de criminaliteit tot 2000 euro wordt niet meer bestraft. En dat is natuurlijk een hele grote, dus een heel grote dat groep. Dat is een vrij om. Daarom ja. Dacht ik ook, ik maak hier een bedrijf van. Dus dit werk je in de hand. Dit wordt mijn tweede bedrijf, zoals je weet. Ik heb wel een tractorverhuurbedrijf. Dan moet ik geven toe dat ik een beetje met de financiering zit. Ik wou 5 van die grote tractoren uitkopen. Misschien kan ik een korting krijgen. Weet ik nog niet precies. En dan doe ik dit bedrijf, dat is criminaliteit onder de 2000 euro. Dus ja, dat gaan mijn medewerkers gaan stelen bij de supermarkten. Tot 1999 euro. En dan komt de politie en ja, sorry. Maar de afspraak was dat dat niet vervolgd zou worden. Ja, dan moeten jullie wel aan die afspraken houden. Dus kijken wat de rechter daarvan vindt. Die ook geen tijd heeft, zoals je weet. Ik weet niet hoeveel duizenden zaken er geseponeerd worden. Allemaal, waarom? Omdat de rechterlijke macht in Nederland moest zo dringend volledig gereorganiseerd worden. En reorganisatie betekende in de afgelopen 20 jaar altijd bezuiniging. En nu zitten we met de gebakken peren. Maar wat doet dit met de maatschappij? Want als je dit natuurlijk... Nou, dat is een rampzalige zaak natuurlijk. Als ik er een grap over kan maken dat je een bedrijf kunt beginnen wat gaat stelen tot 2000 euro... omdat de politie toch niet komt vanwege tijdsgebrek, dan is er iets grondig mis. Dan zou je kunnen zeggen. Als je dan toch naar die Omtzigt wil kijken, ja, dan is er ook in het sociaal contract is iets grondig mis. En waarom is er iets grondig mis in het sociaal contract? Omdat we de afgelopen kwarteel uitgegaan zijn van een filosofie die in feite op het punt van het sociaal contract grondig mis was. Hoe vaak hebben we het er niet over gehad? Dat gereorganiseren en al die bezuinigingsrondes. Maar nu werk je dus ook burgerwacht in de hand. Want als de politie dit niet doet, dan gaat de burger het zelf wel doen. Dan moeten de burgers het zelf opknappen. Ja. Dat geldt ook voor die supermarkten waar mijn ploeg dan gaat stelen tot 1999 euro. Je zou beter een bedrijf kunnen oprichten dat daar dan de beveiliging op orde gaat brengen. Ik heb 2 bedrijven. Ja. Dus als het stelen niet zo handig gaat, dat ze goede camera's hebben, dan hebben ze... Kun je bij mij ook beveiligers ja. Maar dan toch even naar die vraag. Met dieven vangt men dieven, vergeet dat even niet. Maar die vraag, waarom de VVD dus meer opschrijft, heeft dat ermee te maken dat ze denken, oké, dan kunnen we daar mooi ook zieltjes winnen? Nee, ik denk dat ze zich de takken zijn geschrokken, omdat die hele campagne natuurlijk totaal anders blijkt gestart te zijn dan ze hadden gedacht.
Ik weet niet of je het zag toen ik met die Eerdmans daar aan tafel zat. Dat die JA21-club, die stond in december op 13 zetels. Ja. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk een band op VVD hopen ze ook aan dat pot. Verdomme, ik snapte niet zo goed waarom ze hem hadden uitgenodigd. Want het ging over een paar mensen die dus niet meer bij hem wilden zijn, die weggingen. En daar werd ontzettend veel aandacht aan besteed. Ja, en niet aan het inhoudelijke aspect van de zaak. Wat vond mij, ik had nog wel de gelegenheid om even te zeggen. Aan het einde helemaal, hè? Ja. Ja. Dat hij naar mijn smaak bepaald geen vertegenwoordiger was van een nieuwe politiek. Nee. Maar bij uitstek natuurlijk een verzamelaar van de restanten van de oude politiek. Ja. Ze lieten van de week ook op tv hele oude beelden van hem zien toen hij nog bij de LPF zat. En toen zei hij nog tegen jou, ja, maar ik zit er minder lang dan Omtzigt. Die zit er veel langer. Ja. Nou ja, alsof dat op zichzelf een verdienste is. Je moet ook wel een goed Kamerlid zijn natuurlijk. Ik vind sowieso iedereen die zich ooit geëncarneerd heeft met Thierry Baudet, sorry. Dat is voor mij no-go. Daar heeft hij ook bij gezeten? Ja, tuurlijk. Ze is bij Fortuin begonnen? Ja, hij kreeg ruzie met Thierry over, volgens mij, over de muziek die ze op een avondje gingen draaien. Thierry wou, weet ik het, Chopin of zo. En Eerdmans wou een lekkere pop, want dat schijnt, hij schijnt ook een succesvolle DJ te zijn. Ook al? Ja. Ja, ook daar kun je zeggen, rechts kan zich ook beter samenvatten of samenpakken. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat precies gaan doen, want ik, naar mijn idee... Ups, kom op Wesp, doe dan niet zo stom. Zit er een we hebben een Wesp in de studio, in de auto. Oh. Ja, nou, ik dacht dat hij al... Kijk, ga nou toch naar buiten, joh. Kijk, hij is weg. Ja, ik hou er niet van om ze dood te slaan. Ja, zo'n beestje heeft ook recht van leven, toch? Tuurlijk, en dat is heel zinvol. Sociaal contract met wespen moet ook behoorlijk worden onderhouden. En we hebben er heel veel aan, want ze zorgen voor heel veel nuttige dingetjes. Ontzettend. Insecten zijn sowieso nuttig. Het is een drama dat in op allerlei plekken dus iets van 80% van insecten verdwenen is. Dat is natuurlijk een hele verschrikkelijke zaak die ons te denken geeft. Ja. En dan ook die hele insecticide vanwege dat gedonderjaag met die EVP in het Europese parlement. Ziet het dan uit dat dat verbod op die insecticide weer uitgesteld zal worden. Mm. Door die verschrikkelijke meneer Weber.